Een hele goede morgen. Ja, een goede morgen, hè? Jordi is al even lekker aan het spelen. En ik ben hier van alles aan het doen. Omdat ik gisteren niet zoveel heb gedaan, moet ik vandaag even meer aanpoten. Maar Jordi is gewoon lekker hier aan het spelen. En ik ga zo zijn fruithapje maken. Krijgt hij lekker fruitje. En hij heeft vannacht weer gespookt. Hé, jongen. Dus hij is nu ook al moe. Maar we gaan toch zo'n fruithapje doen, hè? Ja. Dus laat de dag maar weer beginnen. Hij was al begonnen voor ons, hoor. Maar half acht was ik al bezig. Zo. Deze mama heeft gepoetst hier beneden. Het is allemaal weer netjes. En hij krijgt nu lekker een flesje. En dan gaat hij lekker zijn bedje in. Schatje. Als hij slaapt. S'nachts ook. S'nachts als hij slaapt vind ik hem ook heel lief. Nee, is een grapje. Ik kan niet zonder hem. Nou, raad eens wie er net wakker is. De kleine slaapkop. De kleine slaapkop. Je bent net wakker, hè? Abo. Hé, toch. Ben je net wakker, hè? Ik denk, ga eens naar boven om te kijken. Toen hoorde ik in één keer... Is het oké? Je bent net wakker? Met je slaapje hoofd. Aboe. Hallo? Ja, je bent net wakker. Och, jongen toch. Het is zo goed geslapen. Dat snap ik ook wel als je 's nachts wakker wordt, hè. Ja. Ik ook wel een gapen. Jordi is nu even aan het spelen in de box. En ik ben ondertussen alvast weer soep voor hem aan het maken. We doen nog tomatensoep maken. Maar ik moest ook nog het avondeten voor vanavond maken. Dit spruitjes. Spruitjes had ik ook al gemaakt. Aardappeltjes en vlees. En ik ga nu heel even de soep warm maken die ik voor hem heb uitgehaald. Want dit is nog niet klaar. Dus ga ik hem even soep geven en zijn luiertje doen. Want die is wel weer nodig. Zo, ik heb mezelf gefatsoeneerd. Je ziet er niks meer van, maar ik ben aan het koken ook. Ik heb Jordi even gefatsoeneerd. Zo dadelijk komt de logopediste. Ik heb twee soepen klaar. Dit is bloemkoolsoep en dit is courgettesoep. Ik ben ondertussen bezig met het eten. Dus, ja. En deze knappe vent is de hele tijd aan het acrobaten. Zo. Jordi ligt lekker op bed. Als het goed slaapt hij nog niet, want ik hoorde hem straks nog. Hij is wel lekker in bad geweest. Ja, we hebben hem ook gespoeld. Hij heeft logo gehad. Dus, ja. En Niels komt straks thuis met een hele mooie bos rozen. Omdat je het al zo lang met me uithoudt. Oh, dat is... Oh, echt waar. Wat een vent ook, hè. Goed, ik zal even de roosjes laten zien. Want ik vind ze wel echt heel erg mooi. Het zijn echt super mooie roosjes. En dan 8 roosjes voor elk jaar dat we getrouwd zijn. En hij had ook een kaartje erbij geschreven. Niels is niet romantisch. Er staat gewoon nog vele jaren. En dan kusjes.
Dat is wel lief dat hij bloemetjes heeft gekocht. Want ik krijg nooit bloemen. Nooit. Ik krijg helemaal nooit bloemen. Weet je wanneer ik bloemen krijg? Als we zoveel jaar getrouwd zijn. Kijk, één keer per jaar krijg ik een bos bloemen. Dat zei ik net ook tegen Peter, van je moet er een jaar mee doen. Ze moeten er een jaar mee doen. Ja. Maar ja, ik vind het wel hele mooie rozen. Dus ja. En nou gaan we bankzaak en beleggingen doen, denk ik. Ja, we gaan zo douchen naar bed. Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat het wel een lokketje voor ons is, ja, een bed. Maar goed. Ja, ik ga gewoon vast wel trusten zeggen. Wel trusten allemaal, slaap lekker. Wel trusten. Een hele goede middag. Het is al bijna avond zelfs. Ja, ik heb eigenlijk vandaag helemaal nog niet gevlogd. Ik heb vanochtend een hele drukke ochtend gehad. Wij zijn eerst, Jordi en ik hebben eerst fysio gehad voor Jordi. Dan heeft hij heel goed zijn best gedaan. Hè? Ja, heb je goed je best gedaan. Daarna zijn we naar de gynaecoloog geweest. Hebben we 20 weken echo gehad. Want ik ben inmiddels 20 weken. En toen dacht ik nog van, oh, ik moet eigenlijk vloggen. Toen is Jordi in slaap gevallen in de auto. Die heb ik toen in bed gelegd. Toen heb ik zelf gegeten. En toen ben ik eigenlijk een beetje rommelen gaan doen. En toen was Jordi weer wakker, heb ik hem soep gegeven. En ik ben het gewoon helemaal vergeten. Zal wel de zwangerschapshormonen zijn of zo, maar... In ieder geval, de 20 weken echo die is goed verlopen. Kindje is gezond. Zit gewoon op de... Ik ben vandaag 20 weken, 1 dag. Zit gewoon qua groei op de 20 weken en 1 dag. Dus dat gaat allemaal goed. Manneke beweegt ook. Is ook hartstikke eigenwijs. Van wie zou je dat hebben, Jordi? De eigenwijzigheid. Van wie zou die eigenwijs zijn, jouw broertje? Van wie zou die dat hebben? Denk van papa. Ja, dat heeft hij van papa. Dat weet ik zeker. Van mij heeft hij dat niet. Hè? En nu ben ik eten aan het koken. En Niels komt dadelijk alweer thuis en dan gaan we eten. En dan is het alweer bijna avond. Zo snel gaat het allemaal. Dus ja, ik zal proberen om dadelijk nog wat dingetjes te vloggen met Jordi samen. Gezellig, hè? Ja. Want we hebben wel veel geknuffeld en gekroeld vandaag, hè, jongen? Mm. Ja, lekker stuk? Ja. Ja. Dat is al mijn ventje, hè? Ja. Maar mama wil een kus. Mama wil een dikke kus. Goed gedaan. Dus ja, ik ga even verder mijn eten afmaken. En dan is het tijd om te eten. En Niels is dan ook weer thuis. Dus ja, dat eigenlijk. Tanden poetsen. Jordi. Tandje poetsen? Nee. Jawel.
jou, hè? Je doet goed. Nee, nog niet klaar. Nee. Ah. Smiecht jij? Jawel. Nee. A. A. Nee. Goed zo. Nog een keertje? Goed zo. Goed zo. Nog een keertje? Ah. Goed gedaan. Goed zo. Nog een keertje. Ah. Keertje. Goed zo. Goed gedaan. Je doet super goed. Ja. Goed zo. Goed gedaan. Yay. Goed gedaan. Ja. Nog, oh, oké. Okay. Ja, nee, dat is goed. Als jij nog wil, mag jij nog gewoon doen, hoor. Goed zo. Alsjeblieft. Yay! Goed gedaan. Ja. Super goed voor Jordi. Goed zo. Mama, nou terug? Mama, terug? Oh, toch niet. Wil je nog zelf doen? Oké. Okay. Goed zo! Yay! Ja! Nou is het klaar. Is het klaar? Goed zo! Lekker babytje. Oh, lekker babytje. Oh. Zo. En klappen. Mama, jouw brilletje nog opzetten? Oké. Klappen.
Klap eens in de handjes, blij, blij, blij. Op je deze bolletje, allebei. Handje in de hoogte en handje in de zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Wil je de maneschijn doen? Wil je de maneschijn? Zo. In de maneschijn. In de maneschijn. Klom Jordi op het trapje door het raamkozijn. Maar je raadt het niet. Nee, je raadt het niet. Zo doet de vogel en zo doet de vis. Zo doet Jordi als hij schoenen poetsen is. En dat is 1. En dat is 2. En van je dikke, dikke, dikke tante Kee. En dat is recht. En dat is krom. En zo draaien we ons Jordi nog eens om. Bom, bom. Zo. Jordi krijgt lekker zijn flesje. En het gaat slapen. Jordi ligt al lekker te slapen heel de avond. Ik hoop dat het ook de hele nacht zo blijft. Als afgelopen nacht gaat, ging het wel goed hoor. Ja, maar gisteren is hij ook gespoeld. Ik weet niet hoe dat vandaag is. Maar goed, zoals ik straks vertelde, hebben we de 20 weken echo gehad. En ik heb hier ook de echo van het hoofdje. Want hij was een beetje eigenwijs, hè papa? Mm-hmm. En hij ging zichzelf niet zo goed laten zien. Hier heb ik ook zijn linkerhandje. Ja, linkerarm. Ja, weet ik het. Het is niet... Ja, wat vond je ervan? Vond je het mooi? Vond je het interessant? Nee, ik vond het wel leuk om te zien. Ja? Oké. Ons kindje. Mhm. Ja, ik was blij dat hij wat groter was als Jordi. Ja, Jordi was te klein... Rond deze tijd al zat op de onderste lijn van de curve, zoals ze dat noemen. En deze zit gewoon op alles gemiddeld. Ja. Ja. Dus wij happy. Mama happy, papa happy. Ja. Jordi happy, de Peppy nog niet helemaal, maar... Ja, Jordi heeft het niet zo in de gaten, denk ik. Nee, ik bedoel eerder happy de Peppy in de vorm van zijn darmen. Als Jordi blij is, zijn wij ook blijer, zeg maar. Zijn we ook gelukkiger. Hij heeft niet in de gaten dat hij een broertje of zusje krijgt, denk ik. Maar hij heeft wel in de gaten dat mijn mama iets aan het gebeuren is. Ja, ja. Hij merkt wel dat er iets veranderd is. Mm-hmm. Of aan het veranderen is. Maar ja, over een paar weken of maanden, dan voelt hij vanzelf een keer een stamp. En dan zegt hij boe. Ja. Jullie zegt altijd boe. Haboe. Dus ja. Ja, en dan krijgt Jordi een nieuwe kamer. Ja, daar zijn we ook voor bezig. Om te bedenken wat we willen. We moeten nog eens een heel groot gedeelte opruimen. En we zijn aan het sparen van droger. Ja. Dus daar zijn we ook mee bezig. En dan bedenken hoe we het in de toekomst gaan doen. Ja, met huis. Want we moeten waarschijnlijk de zolder verbouwen. Ja. Die is nou is het eigenlijk alleen opslag. Met een heel klein luikje in de badkamer. Dus niet het ideale. Nee, maar dat is allemaal toekomstmuziek. Dat is niet voor nu. Voor nu is het belangrijkste dat we... Een droger hebben. Een droger hebben en de slaapkamer van Jordi. De slaapkamer van die Jordi nu heeft, daar wordt niet zo heel veel van veranderd. Misschien een andere kleur op de muur, maar voor de rest ook niet. Ja, papa die moet dat doen, hè. Dus, mama die is zwanger, dus hij heeft last van mama als hij dat niet doet. Mm-hmm. Ja, ik vind zo, die kamer is, het schilderwerk is, 2 jaar
taak oud. Ja, maar toch ziet het er nog perfect uit. Hij heeft niet meer poep op de muur geschreven of zo. Dus okay. Nog niet. Nog niet. Nee, maar er is verder niks eigenlijk op de muur gebeurd eigenlijk. Het is echt allemaal nog steriel. Dus ik denk van, we hebben toch al werk zat. Laten we dat gewoon zoals het is. Ja, weet ik. En dan moet hier beneden ook nog aan de gang. Maar ik wil dat. Dus. Maar goed. Ze zullen nog over moeten discussiëren. Ja, maar dat doen we niet voor de camera. Ook al willen heel veel mensen dat wel zien. Ja, want anders komt er weer op Tumpert. En dan worden wij de nieuwe Tini en Lau genoemd misschien. Doen vrienden van ons al wel. Maar goed, wij gaan deze ups en down afsluiten. En we gaan jullie wel trusten wensen. Wel trusten. Slaap lekker allemaal.